We vinden het altijd leuk als er in ons programma nieuwe exposanten aan bod komen. Vandaag de aandacht voor Portugal. Sander zit aan tafel met Tim de Meijer en mijn vraag aan hem is: wat is eigenlijk de temperatuur op dit moment in dat land? Ben ik inderdaad ook benieuwd naar Arno. Tim, wat is op dit moment de temperatuur bij jullie in Portugal? Ik heb net nog even gekeken, omdat het hier toch vrij fris aanvoelt in Nederland. En bij ons in de baai van San Martino de Porto is het vandaag 23 graden. Nou, dat is aangenaam. Ja, dat is absoluut. Lekker. Jullie zijn nieuw voor ons, voor het eerst hier aan tafel. Wat doen jullie bij IMO Portugal? IMO Portugal is eigenlijk gespecialiseerd in het aanbieden van nieuwbouwwoningen en appartementen aan de Portugese zilverkust. Een uurtje boven Lissabon, zeg maar. Maar we maken onderdeel uit van de Leisure Lounge Group, die al meer dan 25 jaar ervaring heeft aan de Portugese zilverkust. En onze dienstverlening gaat heel wat verder dan puur maar het verkopen van nieuwbouw, uiteraard. Is dat ook iets waarin jullie je onderscheiden om mensen verder te helpen? Ja, ons opzet is eigenlijk om de klant van A tot Z te begeleiden. Dus bij de aankoop met een accountmanager voor keuze van materialen en dergelijke. Maar de klant kan, als hij dat wenst, ook via Portugal Interiors meubeltjes aankopen. Oh ja. We gaan zorgen dat administratief alles in orde is, uiteraard. We hebben een speciale boekhoudafdeling om de klant fiscaal bij te staan. En klanten die willen verhuren, kunnen dat ook doen via ons, uiteraard. Nou, dat is wel fijn dat je echt voor alles terecht kan. Klopt. Wat is de populairste bestemming bij jullie? Bij ons is de baai van San Martino de Porto heel populair, vooral voor gezinnen, zeg maar. Dat echte baai voor gezinsvakanties. De lagune van Obidos is dan meer gekend bij kitesurfers en dergelijke meer. En Nazaré is gekend bij de golfsurfers uiteraard en is ook een heel mooie, diverse Portugese stad waar er alles te beleven is, heel het jaar door. En wat is jullie doelgroep over het algemeen? Wel, de doelgroep op vandaag bestaat eigenlijk niet meer. Het is moeilijk om te zeggen van oké, onze gemiddelde klant is een 60er die investeert voor zijn pensioen. Nee, de laatste jaren is dat heel divers geworden. Wij verkopen op vandaag uiteraard aan mensen die in pensioen gaan en er permanent willen gaan wonen. Maar evenzeer aan digital nomads, jonge investeerders die de hypotheek in Nederland of in Vlaanderen aan het afbetalen zijn, die een extra investering willen doen. Dus het is een heel divers cliëntenpubliek. Ja. Wat vind je het allerleukste aan Portugal? The simple life, dat is ook een van onze baselines. Het leven in Portugal is aangenaam, joviaal, lekker weertje. The simple life in Portugal. Heel veel dus eigenlijk. Dankjewel, precies. Tim. Graag gedaan.